Nou, het is weer zover. We staan weer op Schiphol. En we gaan weer onderweg. Nu gaan we iets langer. Nu gaan we naar Egypte. Nou, we zitten nu in een andere premium lounge. Dit is de Non-Schengen. Die zit dicht bij het vliegtuig. Dus we hoeven zo alleen nog naar het vliegtuig toe te lopen. En is het klaar. Dat is, ik denk een paar honderd meter lopen. Dus dat is lekker. Dus het is nu 1:15. Rond 1:00 gaan we lopen. Het boarden is, als het goed is, rond 1:30. En we vertrekken om 2:05. Dus tijd zat. Nou, het is nu 1:50. Dus we gaan lekker de lounge verlaten en we gaan naar de gate toe. En dan gaan we boarden. Het is nu inmiddels 4:10. We hebben... En er komen nog steeds mensen binnen. Dus we hebben het... Het slot denk ik gemist, maar we zien het wel. Het is nu 3:07. We zijn nog steeds niet weg, er komen nog steeds mensen uit de gate lopen. Dus anders komen wij zo laat aan. En ik hoop dat we een beetje snel door de security heen komen bij Egypte. Maar goed, dat zien we dan wel. U bent 20 minuutjes na schema vertrektijd op dit moment. Echter, we gaan er alles aan doen om u zo snel mogelijk in Hurghada te krijgen. Vandaag de vlucht duurt 4:25 minuten. Ik wens u een aangenaam verblijf van ons abort. Het is nu 6:30 Nederlandse tijd. Egypte loopt een uur voor, dus ik denk dat het 7:30 is. En we gaan zo landen. We zien Egypte zien we buiten al. Het is donker, dus het allemaal licht is. Nou, we zijn aangekomen in het hotel. En het ziet er prima uit. Het is iets anders dan we verwachten, maar ja, het is Egypte. Dat kan je dan verwachten. We gaan zo even wat eten. En dan gaan we lekker naar bed. En morgen heel vroeg op. Om 5:30 worden we opgehaald. Nou, het licht is hier een beetje gelig. Dus waarschijnlijk zie ik hier niet heel lekker uit op beeld. Maar dat komt door het licht hier. We zitten nu in de lobby zitten te wachten totdat we worden opgepikt. En dan, het zal mij benieuwen. Het is buiten is nog pikken donker. Nee, het is ook gewoon nog heel erg vroeg eigenlijk. Dus het zal mij allemaal benieuwen. De dag die begon al vroeg. De wekker die ging af om 5:00 ochtends en om 5:30 stonden we klaar om opgehaald te worden. Onze bestemming? Geen ander dan het historische Luxor. We gaan een reeks schitterende tempels verkennen en de dag belooft volop avontuurlijke ontdekkingen. Nou, inmiddels zijn we 2:00 onderweg. Het is nu, 3:00 zelfs. Het is 8:00. Zo, kloppende oren. En het is heel veel berg om je heen. Het is niet wat ik verwacht had. Ik had met name verwacht dat er heel veel zand zou zijn. Dat is er ook wel, maar het is ook heel veel berg. Onze allereerste stop brengt ons naar de overweldigende Karnak-tempel. De omvang van dit complex is simpelweg overweldigend. Binnen zijn niet slechts één, maar verscheidene tempels te bewonderen, evenals imposante obelisken. Behalve de koning van Egypte. En elke koning had die namen. Toen hij geboren, hij heeft geboortenaam, bij. Geboortenaam. Wanneer hij betrond van Egypte, hij groeide de Mondra, zoon van de zon, Sahara, hier is koning Ra. Terwijl we naast deze indrukwekkende zuilen staan met hun verbluffende beschilderingen, voelen we ons ontzettend nietig. Het is moeilijk te bevatten hoeveel jaren van toewijding en artistieke vaardigheid nodig waren om deze afbeeldingen en hiërogliefen in de stenen te graveren.
achter mij daar, zie je het, het begin van een obelisk. En een obelisk die wordt uit één deel gehakt, verplaatst en dan neergezet. Dat bestaat er in Parijs, staat er ook eentje, maar die is in gedeeltes gehakt. Maar hoe ze dit verplaatst hebben gekregen, dat is echt bizar. Het is echt zo bizar om dit te zien van dichtbij. En we hebben een gids gehad die heeft ons geleerd om het een beetje te lezen. Maar dan weet je ook waar je moet kijken. En eigenlijk, kijk, de hiërarchieven kan ik niet lezen. Maar de afbeeldingen van personen, daar kan je wel bij inbeelden wat ermee gebeurd is. Dus dat is, ja, het is zo bijzonder om te zien. En dat ze dit allemaal in elkaar hebben gezet duizenden jaren geleden, toen er nog niet eens een kraan of iets was. Onze tweede stop is de Vallei der Koningen, wat aan de buitenkant een droog en ruw aangezicht heeft, maar zodra je de vallei doorkruist en de graftombe binnengaat, ontvouwt zich een adembenemend tafereel van beschilderde muren, uitgehouwen hiërogliefen. Naarmate je dieper de graftombes ingaat, merk je dat de temperatuur stijgt. Wat mij heeft verrast, want binnen kan het zomaar 40 graden zijn. Maar het is werkelijk verbazingwekkend hoe prachtig deze schatten door de tijd heen bewaard zijn gebleven. We hebben nu in een aantal tombes gestaan. Binnen is het helaas te druk om te vloggen. Maar het is zo bizar dat ze dit honderden en honderden jaren, duizenden jaren, gewoon, en dat het zo goed bewaard gebleven is. En dat ze nog steeds bezig zijn met restaureren. Dat, en elke keer vinden ze weer ergens wat nieuws. Soms zijn ze gewoon echt ergens duizend jaar mee bezig geweest om te bouwen. Dus dat is echt bizar. Als laatste bezienswaardigheid van de dag zijn we naar de tempel van Hatshepsut gegaan. Het is werkelijk een prachtig tafereel. Bij aankomst vanaf de parkeerplaats zie je tegen de bergen afgetekend een indrukwekkend bouwwerk, wat meteen je interesse wekt. Hoe dichterbij je komt, hoe imposanter het bouwwerk wordt. Je kunt zelfs de trap naar boven nemen en vanaf daar is het panoramisch uitzicht te bewonderen, waarbij je Luxor in de verte ziet liggen. Het is echt een adembenemende ervaring. Nou, we zijn nu in de tempel van Hatshepsut. Dat was een vrouwelijke koning. Maar ja, dat, ze heeft door middel van misleiding
heeft ze toch 20 jaar aan de macht gezeten. En ze heeft een tunnel geprobeerd te bouwen die dus van de Vallei der Koninginnen naar de Vallei der Koningen gaat. Alleen ze heeft hem net niet op tijd afgekregen, dus ze ligt daar wel begraven, maar hier heeft ze een hele mooie tempel laten bouwen. De dag die loopt ten einde en we keren terug naar ons hotel na het bezoek aan de tempel. Eenmaal terug in het hotel was ik ontzettend moe, dus ik heb niet meer gevlogd. We hebben een hapje gegeten en daarna zijn we vroeg naar bed gegaan. Als deze video je aanspreekt, vergeet dan niet te liken en te abonneren. En als je vragen hebt, laat ze gerust achter in de reacties.